Wie van u is wel eens bang geweest om zichzelf te verliezen? Dat het duister het wint en je het monster wordt waartegen je vecht. Dit overkomt volksvertegenwoordiger Roland Storm in Bloedwetten. Hij voert een kruistocht tegen de bloeddorst van gemaakt bloed. Gruwelijke monsters die de dood van zijn vrouw kunnen geweten hebben. Monsters die menselijk blijven of transformeren wanneer ze gemaakt worden. Maar de gemaakte pieken het nog langer. Ze veroordelen Storm tot een leven als een van hen. Hij ontdekt een manier om zonder bloedroof te bestaan en wordt hiermee het levende voorbeeld van zijn eigen wetten. Maar wanneer hij terugkeert naar zijn geboortestad Stede, blijkt alles voorgoed veranderd. De weg terug naar de persoon die hij was, is er een vol obstakels en valkuilen. Lukt het hem om trouw te blijven aan alles waarin hij gelooft en eindelijk zijn bloedwet te laten passeren? Bloedwetten is een genre-overschrijdend boek dat aanzet tot nadenken. Duistere fantasy in een historische setting, doorspekt met bloedstollende scènes, een onbereikbare liefde en een vleugje erotiek. Een eigentijds eerbetoon aan de gotische romans van weleer. Ik heb de publicatie gefinancierd met een grote crowdfundingcampagne. Die zorgde ervoor dat ik het beste boek kon uitbrengen dat in mijn mars ligt. Het behaalde de derde plaats bij de Hammer Awards in de categorie fantasy. Daar nam het op tegen titels van gerenommeerde uitgevers. Dus als u zin heeft in iets bijzonders om uw tanden in te zetten, dan is Bloedwetten het boek voor u. U zult uw... Nou raak ik hem kwijt. U zult uw vingers erbij aflikken en uw nagels erbij opeten. Bloedwetten, vertel vriend en vijand over dit machtig mooie boek. Dank u wel voor uw aandacht. Ja.